De docenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, hebben zich massaal aangesloten bij de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, ALS. Deze mededeling deed voorzitter Wilgo Valies gisteren tijdens een persconferentie. Valies is ook voorzitter van de Bond van Leraren, BVL. Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Lilian Ferrier stelde dat Valies als BVL-voorzitter niet de belangen kan behartigen van IOL-docenten en dus ook niet kan bemiddelen in zaken de fusie van het IOL met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS. Nu de IOL-docenten zich hebben aangesloten bij de ALS, moet de minister nu wel openstaan voor communicatie, stelt Valies. Hij zegt dat de docenten slechts zeggenschap willen hebben over de fusie met ADECUS. Zeggen, wanneer je in het onderwijs nieuwe hervormingen wil doorvoeren, moet je het veld meekrijgen. En dat betekent dat je betrokkenen moet gaan overtuigen van het belang van zo'n idee, waarom het noodzakelijk is. Mensen hebben geen probleem om te komen naar dat punt. Alleen zeggen we, het moet wel doordacht plaatsvinden, de juiste voorbereidingen treffen, aan de randvoorwaarden moeten voldaan worden. Want als je begint met een nieuwe opleiding, je hebt niet eens een eerste jaar. Je begint met een schakeljaar. Maar als ik voldoe aan de toelatingseis, dan moet ik direct kunnen beginnen. En dat kan ik nog niet. Dus als die leraren die een VOS-diploma hebben, die kunnen niet starten met die leraren. Die moeten een jaartje nog wachten. En in de tussentijd zeggen ze, ik moet maar ergens op de universiteit een faculteit kiezen en na dat jaar mag je dan een besluit nemen. Maar dat willen mensen niet. Als ik een VWO-diploma heb, dan wil ik direct beginnen het eerste jaar, maar nu moet ik een jaar wachten. Dat betekent, waarom zorg je niet voor dat je de zaken goed voorbereidt, dat op het moment dat je begint met die universitaire lerarenopleiding, maar die leraren, of de leerling of de studenten, ze kunnen aanmelden en direct beginnen met die opleiding. Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en ALS, gisteren tijdens een persconferentie. De docenten van het IOL hebben zich naar zijn zeggen massaal aangesloten bij de ALS.